Teuns, de Ronde van Vlaanderen, is die verteerd intussen? Ik hoop het. Ik voelde mij de voorbije dagen wel een beetje moe. Achter de koers zelf had ik het gevoel van... Ik ben moe, maar niet kapot. Maar ik moet zeggen, gisteren en eergisteren voelde ik toch wel dat ik redelijk vermoeid was. Maar ik heb goed gerust en goed geslapen. En ik moet zeggen, vanmorgen ben ik wel fris opgestaan. Dus we zien wel in de koers hoe de benen aanvoelen. De echte topsprinters sturen hun kat vandaag. Geloof je dan in een podium en eventueel winst vandaag? Ja, dat creëert natuurlijk voor ons kansen. Ik denk dat er hier heel veel sprinters van de tweede lijn zullen zijn. Dus ja, geen Kittel of Cavendish of Greipel. Dus ja, dat creëert kansen voor de sprinters van de tweede lijn. En ik denk dat er heel wat sprinters zijn vandaag die daar een kans in zien. En ik hoop om mezelf daar ook te kunnen tussensmijten. Ja, het is altijd een mooie koers hier. En normaal gezien eindigt het zeker op een sprint. Dus, ja, we gaan proberen ons ertussen te smijten om voor de overwinning te gaan. Is dan ook echt de bedoeling van jullie om de boel een beetje samen te houden? Ja, ik denk dat dat niet per se aan ons is. We zijn ook niet de grootste ploeg, maar ik denk dat er ploegen genoeg zijn die baat hebben bij een massasprint en sterkere ploegen dan dat wij zijn. Dus het is een beetje aan ons, denk ik, om ons rustig te houden en op het einde van de koers een beetje te profiteren van andere ploegen en zo onze sprint aan te gaan.